Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik ben de laatste tijd bezig geweest aan deze UHEV 1300 series. Ik had hier al licht verlichting gezet op deze lichtgeleiders, die heb ik al vastgelijmd. Dat werkte, maar de verlichting ging wel de hele locomotief door. Dus wat ik nu heb gedaan is om te beginnen dit zwarte plaatje hier ingelijmd en aan deze kant hetzelfde gedaan. En voor de leds ben ik bezig geweest met lijmen. Dit zijn een heel aantal plastic plaatjes op elkaar gelijmd. Zodat ik dit plastic over het stalen framing kan schuiven. In eerste instantie wilde ik het gewoon lijmen, maar dat bleek niet zo goed te werken. Het plastic op metaal lijmen is niet makkelijk, heb ik gemerkt. Ik heb inmiddels ook de leds erin gezet en ik heb hem wat langer gemaakt zodat er ook minder licht op de baan zelf komt. Op dit moment, als ik de kap erop doe, zie je eigenlijk dat dit verlengde frame bijna aansluit op de kap. En dat doet hij aan beide kanten. Zie je, dan krijg je een soort van lichtbak hier. En komt het licht niet ook nog door de ramen. Er zal nog steeds wat licht naar de achterkant toe gaan. Ik zou daarvoor nog een schot kunnen plaatsen als het heel erg is. Maar voorlopig laat ik het even zo. Wat ik ook wilde doen met deze is, ik wilde hem digitaliseren. Het is een heel klein motortje, één as aangedreven, maar best een redelijke stroompikker. Dus ik dacht, waarom niet? Dus ik heb weer een van mijn... Ik heb er even mijn kabelbomen gepakt, zodat ik hier een controller in kan zetten, maar er ook weer uit kan halen mocht ik er klaar mee zijn. Of mocht ik een mooiere trein hebben waar die in kan. Ah, pardon. Ik heb het kleurenschema er ook bij gepakt. Oranje gaat naar de pluspool van de motor. Ik heb geen idee wat de pluspool is op dit moment. Ik heb wat geprobeerd te testen, maar als ik de plus op deze kant zet, dan gaat hij achteruit. Dus dan zou betekenen dat dit de pluspool is. Maar als ik de pluspool hierop zet Dus ik denk wat de pluspol is hierop zet en ik stuur hem goed aan, dan rijdt hij wel de goede kant op. Ik weet het niet. Ja, dat zou betekenen dat dit de pluspol is. Ik ga het wel zien. Grijs is de minpol voor de motor. Ja, die heb ik hier. Dus die kan ik daarop solderen. Ik denk dat ik ze ook eerst even kijken hoe lang gaat dit worden. Hier heeft het weinig kans van in het mechaniek komen. Dat is vrij korte draden die ik maar nodig heb. Nou, ik heb niet opgenomen al het lijmwerk hier, want dat is werkelijk oerzaai en duurt dagen. Dus dat heb ik jullie bespaard. Ja. Het is redelijk eenvoudig. Je pakt zo. Je pakt wat nou, dit kan netter. Zo, je haalt bij de gamma wat U-profiel grijs plastic en dan knip je gewoon aan stukken. Dit is het U-profiel. Nog wat leftovers. Ze hebben ook platte een druppeltje hard plastic lijm erop en het lijkt de plastic wat te smelten en aan elkaar te smelten ideaal dus. Goed, wat zei ik? Oranje is plus. Ik gok dat dit de pluspol is. Ik ga eventjes... Ja, zo.
Waarschijnlijk zal ik ze straks weer gewoon om moeten draaien. En grijs naar de minpool. Hier zitten echt ongezonde hoeveelheden soldeertin nog op. Nauwelijks. Op, smelt, vloei. Goed. Track pickup. Rood en zwart. Dit is rood. Dit is zwart. Zo. Om zo laten lopen is het netjes om die kabels hier overheen te laten. Dus. Kom op. Hop. Kabelstrippen wil vandaag niet helemaal. Rood en zwart. Ik merkte dat er in voorgaande video's af en toe een ruis zat. En ik denk dat dat mijn baard was die tegen de microfoon aan zat. En ik was laatst aan het bellen. En toen kreeg ik ook het commentaar dat er een rare ruis op de lijn zat. Dus ik heb hem nu loshangen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. Het zou kunnen zijn dat ik wat verder weg ben nu. Wat verder weg klinkt. Nou, dit is de basis setup van de trein. Zo. Even een decoder uit de voorraadkast pakken. Dat is, die ik gebruik licht Lockpilot van de ESU. Lockpilot 4. Er zijn weet ik hoeveel redenen om een andere te gebruiken. Die allemaal niet van toepassing zijn voor wat ik hiermee doe. Zo. Even zien. Oranje en rood. Oranje en rood. Dus als het goed is, is deze. Oh, ga erin jij. Als het goed is deze deze motor ook niet ontstoord. Mocht dat wel zijn, dan zou het kunnen zijn dat we zo dadelijk vuurwerk gaan zien. Ik heb in het verleden een aantal keer geprobeerd mijn Decoder Pro op te nemen, wat ik hier nu doe. Ik kan voor de grap nog wel een keer dat proberen, maar eigenlijk is mijn ervaring dat het niet werkt. Zo. Als eerste, hij staat op het programming track. Denk ik. Er gaat wat stroom op. Ik weet dat ze nu op kanaal 3 zitten als je ze net erop zet. Volgens mij is dit trouwens het main track en niet het programming track. Dus dat zou betekenen. Ik heb hem goed aan heb gesloten. Forward.
Ja, dat vind ik vooruit. Achteruit. Ja, de track pickup is toch niet zo goed als ik had gehoopt. Ik denk dat ik daar nog wat schoon moet maken. Het lijkt erop dat hij toch vaak het signaal kwijtraakt. Maar het rijdt. Het rijdt de goede kant op, dus ik heb goed gegokt. Ik haal ook gauw de stroom er weer af. Het moeilijkste van trouwens dit programmeren is niet. Het moeilijkste van digitaliseren is niet het solderen, maar het goed inprogrammeren van de motorsnelheden en zo. Nou, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dat moet ik nog gaan ondervinden. Zo, zo. Let's. Ik heb hier getest met 12 volt en een 200 nog wat watt had ik in mijn andere trein ook alweer zitten. En dat was wel een hele mooie weerstand. 200 nog iets. Daar had ik een 2 of een 3K zelfs in zitten. Eens even kijken. Een 2K, ik denk dat ik hier gewoon zonder te kijken hetzelfde ga doen. En dat ik 2K2 weerstanden bij moet gaan bestellen als ik het nog lang ga doen. Hoewel dit er volgens mij ook nog zijn, maar dan een stukje steviger. Zo. Goed. Eventjes de kijken, V plus blauw is de gedeelde plus, die gaat van deze led naar deze led. Geel is reverse en wit is wit forward. Ja, wit is forward en groen heb ik niet nodig. Dus ook groen zit niet eens aangesloten volgens de officiële plug. Gaat hier gewoon mooi uit. Groen, oranje, groen, groen, groen. Niks op de rails leggen. Dat vindt de rails niet goed. Ik pak even mijn bordje erbij. Ik heb net, ja, die twee weerstanden. Ik test wel even met een andere. Die hier naartoe, die daar naartoe. Ik pak even kijken waar ik nog een led heb liggen. Lang leven eBay. Waar je deze dingen gewoon per heel veel voor heel weinig kunt bestellen. Ja, wat ik even ga doen. Ik weet gewoon nooit hoe die led exact aangesloten moet worden. En ik kom daar liever ook niet achteraf achter. Dus ik pak gewoon mijn bordje. En nog wat. Nee, hier heb ik niet nog wat soldeerd in. Blauw is de pluspool.
Zo, ik ga forward testen. Dus wat ik dadelijk doe, is ik zet de locomotief in de forward stand, maar ik laat hem misschien een heel klein beetje, maar het liefst gewoon niet rijden. En dan kan ik even kijken hoe ik de led aan moet sluiten, want dat vergeet ik elke keer. Zo, die gaat hierop. Na mijn decoder Pro. Jij gaat aan. Forward. Rij is. Wacht. Het is natuurlijk handig als je gaat testen dat ook je decoder erop zit. Zo. Stroom erop. Hallo. Niet naar reverse, naar forward. Ja, we begrijpen elkaar. Hij rijdt nog heel zachtjes, hoor ik. Prima. Niks. Dat zit ik nou toch niet op te letten. Ik ga even uitzoeken waar ik nu niet op zit te letten, anders gaat het te lang duren. Goed, iets met de kabel ergens. Duidelijk is dat hij het nu wel doet. Zo. Het was niet de bedoeling om zo uit te trekken. Niet alle verbindingen zijn even goed. Kijk, het is de weerstand die niet goed zit. Zo. Ja. Oké, mooi. Blauw, ja. Gaan we die gebruiken? Nee, we gaan deze gebruiken. Ja, van de baan af. Decoder gaat eraf. Ik ga eventjes de bekabeling aansluiten. Zo, dit soldeerwerk is gedaan. Ik heb de decoder er even ingezet. Ingelegd. Verlichting zit erop, motor zit erop. En de verlichting werkt. Ik zet hem op forward en ik laat de trein voorwaarts rijden en ik moet echt de contacten schoonmaken, dat is wel duidelijk. Maar, als hij het snapt, en idle, en hard, en ga dan maar hard de andere kant op. Ja. Nou, ik moet hem dus echt goed schoonmaken hier. Ruikt ook heerlijk. Maar behalve dat doen de verlichtingen dus goed en hij rijdt nu digitaal. Dus ik ben er nu al blij mee. Eens kijken hoe het eruit ziet met kap. Ik kan dit wel even los in laten liggen allemaal. Zo. Gaat de kap nog passen of zit er nog alweer kabels tussen?
Nee. Het is leuk aan UF's. Je kunt er lekker een beetje mee rotzooien. Gaat het mis? Ja, kan het misgaan. Het is in ieder geval geen groot verlies mocht het misgaan. Stroom op plan en... Hoppa, hij reed een stukje. Ja. Hohoho. Haper, haper, haper. Misschien zou het ook helpen als ik geen schroevendraaiers op de rails liet liggen. Het lijkt wel of de voorwielen kortsluiting maken op de rails. Nou, er is in ieder geval nog genoeg te onderzoeken aan deze trein. Maar hij rijdt, hij doet het, hij is digitaal. Nou, nog schoonmaken. Bedankt voor het kijken en laat een bericht achter als je het leuk vond.